Oké, Jakmaat hier, internetsuccesgids.nl en welkom in deze video. Deze video wil ik het met je hebben over hosting en affiliate marketing. Is namelijk een vraag die ik ook regelmatig gesteld krijg van hey Jacco, wat voor hosting moet ik nemen als ik met een nieuwe affiliate website wil gaan starten? Dus het leek me wel handig om hier zo een video over te gaan opnemen. En om hier zo wat over te gaan vertellen. Nou, je hebt in Nederland natuurlijk echt enorm veel hosting providers om je website dus op te plaatsen. En om dus ook een domeinnaam via te registreren. Ja, misschien dat je wel duizenden bedrijven hebt die dit kunnen doen, geen idee. Maar ik zelf zit al jaren bij Neostrada en bij TransIP. En dit zijn naar mijn idee hele goede hosting bedrijven. TransIP vind ik, als ik eerlijk ben, iets beter. Heeft iets betere infrastructuur, lijkt het. Minder offline, eigenlijk vrijwel nooit. En bij Neostrada heb ik dat wel af en toe. Maar dit zijn gewoon prima hostingpartijen die ik aanraad. Nogmaals, je hebt daar zo genoeg hostingbedrijven voor in Nederland. Misschien dat jij zelf ervaring hebt met andere hostingpartijen. Maar je ziet dus bij Neostrada bijvoorbeeld, als we hier naar de webhosting gaan, zie je zo verschillende pakketten. Je ziet hier zo staan 9,99 per maand, 7,99, 6,99 en 1 euro per maand. Nou, dat is natuurlijk allemaal dat het verschilt in snelheid en in veiligheid en van alles. Wat wel belangrijk is, is dat je een SSL-certificaat voor je website neemt. Zie ik hier ook bij staan. Sommigen hebben een gratis Let's Encrypt en sommigen hebben een premium SSL-certificaat. Ik vind het altijd wel belangrijk dat het wel gewoon goed staat bij hosting. Ook al heel erg belangrijk om te zeggen, bezuinig niet of wees niet gierig op een hosting, want dat is toch waar je website op draait. Als je hier zo in gaat bezuinigen, gaat het toch van de snelheid van je website af. En dat komt je website niet ten goede. Hè? Zie je het zo, hoe sneller jouw website is en hoe vaker jouw website online is en hoe minder problemen je met de hosting hebt, hoe beter dat gewoon is. En zie je het gewoon als een stukje fundering van jouw website. Dus dat moet gewoon goed zijn. Vaak genoeg dat mensen het goedkoopste van het goedkoopste willen. Maar bij de hosting, ja, het is gewoon waar jouw website als het ware op staat en waar het op draait. Bezuinig daar niet op. Zorg er echt voor dat het een goede hosting is. Ik heb met een bepaalde website dat ik ongeveer wel 200 euro volgens mij per maand betaal voor de hosting en voor alles wat erbij komt. Gewoon omdat het zo'n enorm groot project is en waar zoveel bezoekers op komen, dat je niet wil dat daar zo problemen in gaan komen. Dus bespaar daar niet op. Wel ook belangrijk om te zeggen, je kan natuurlijk goedkoop beginnen. En hoe meer bezoekers je gaat krijgen en hoe meer erbij komt kijken, hoe meer hosting je kan nemen, hoe sneller je die hosting kan doen. Maar wel belangrijk om ook gewoon goed te beginnen, zodat dit niet een hekelpunt gaat worden in jouw business. Nou, vervolgens hebben we natuurlijk ook Marketeam. Heb ik samen met Leon Gauthier laten ontwikkelen. Marketeam is eigenlijk een website systeem. Inclusief hosting, waarin je een website kan maken aan de hand van de video's van de Affiliate Marketing Revolutie. Waarin je eigenlijk niet bezig hoeft te houden ook met de technische dingen. En er zit dus ook hosting en ook een SSL-certificaat, backups en support en allemaal dat soort dingen zit daar zo bij meegerekend. Marketing kost 67 euro per maand. Heb je dus ook alles in één. Heb je dus die beveiliging, die hosting en ook die support. En ook het complete systeem, inclusief alle plugins die je nodig hebt. En ja, volledig snelle service of snel systeem. Hè, want het is custom gemaakt, zodat het zo snel mogelijk is en ook zo goed mogelijk is. En bijvoorbeeld Internet Succesgids is er ook opgebouwd, net als veel andere affiliate websites. Dus Marketeam, daar zit de hosting bij inbegrepen via marketeam2.nl. Kun je daar eens mee aan de slag gaan. Dus dat zijn eigenlijk drie opties om met affiliate marketing aan de slag te gaan, inclusief hosting. Verdiep je daar eens in, ga eens kijken en ga daar zo mee aan de slag. Nogmaals, belangrijk om niet te bezuinigen, om daar zo jezelf niet te veel op te bezuinigen, want op de lange termijn gaat dat hier gewoon tegenstaan. Ik hoop dat je hier wat aan hebt, laat het zeker even weten. Abonneer op het YouTube kanaal, volg me op Instagram en dan zie ik je weer in een volgende video.